De titel van mijn column is Adam en Eva. Adam en Eva aten geen bloemkool. Toen ik deze zin afgelopen week 's morgens bij mijn ontbijt in de Volkskrant zag staan, begon mijn gekookt eitje van plezier te titsen in het eierdopje. Het artikel was de weergave van een uitgebreid interview met Wouter van Eck, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Raad van Nijmegen. Nu zijn leven slijtend als luie boer in Voedselbos Ketelbroek bij Groesbeek. De term luie boer is van hemzelf, beticht mij dus niet van onheuse bejegening. Want in tegenstelling tot boeren die zich in het zweet des aanschijns moeten werken, hoeft Wouter niet zoveel te doen om aan zijn voedsel te komen. Dat doen de bomen en struiken zelf wel in zijn hof van heden. En Wouter staat er glimlachend bij te kijken. Dat heeft hij toch maar mooi voor elkaar gekregen. Eerlijk is eerlijk. Het is een zeer lezenswaardig verhaal over nieuwe vormen van productie van voedsel. In 5 pagina's geeft Wouter college hoe landbouw is ontstaan, hoe de moderne boer het verkloot heeft en dat de toekomst aan de luie boer is. Al lopend door het voedselbos ziet de interviewer mispels, appels, peren, Szechuanpeper, Japanse gember, tamme kastanjes, maar geen bloemkool. Het antwoord van Wouter is van een verpletterende schoonheid. Adam en Eva aten geen bloemkool. Een even zo briljante uitspraak heeft Bert Veldhuis afgelopen week gedaan. Hij kondigde een onderzoek aan naar het gebruik van de wijkcentra in Nijmegen. Achterliggende gedachte: worden de subsidies voor de wijkcentra wel op een goede manier besteed? Ik vind dat een verdedigbare reden voor een onderzoek. Maar nu komt het. Bert zei hierover: inzet van dit onderzoek is niet bezuinigen, maar een intelligente herschikking van middelen. Ik had mijn gekookt eitje inmiddels op, anders stond het weer van plezier te titsen in het eierdopje. Deze briljante woorden kan Bert niet zelf verzonnen hebben. Bert is zeker intelligent, begrijp me niet verkeerd. Maar Bert is niet zo van de omvloerste bewoordingen. Daar heeft hij speciale ambtenaren voor. Die gaan regelmatig op cursus om begrijpelijke woorden onbegrijpelijk te maken, om onrust aan de voorkant te voorkomen. De biljartende senioren kijken lachend naar de fotograaf die de foto bij het artikel heeft gemaakt. Ik hoop van ganser harte dat ze nog jaren met veel plezier mogen biljarten in hun wijkcentrum. Maar zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet. In het verleden is er wel vaker een wijkcentrum gesloten. Toen waren ambtenaren nog niet op taalkursus geweest en werd er niet om de hete brei heen gedraaid. Intelligente herschikkingen van middelen werden toen nog gewoon bezuinigingen genoemd. Daar waren de biljartende senioren en andere gebruikers van dat wijkcentrum niet blij mee, maar het was wel duidelijk. Ze moeten dus niet vreemd opkijken als de intelligente herschikking van middelen alsnog leidt tot sluiting van een wijkcentrum. Een gewaarschuwd biljarter telt voor 2. En kijk dan ook niet vreemd op als Bert Veldhuis als motivatie geeft: Adam en Eva speelde geen biljart.